Nou, welkom bij NH Leeft, welkom in Alkmaar, in de grote Sint-Laurenskerk, vanaf een unieke plek. Ik bedoel, zo kom je die kerk nooit te zien, op een bouwsteiger. En die staat er eigenlijk niet voor de kerk, die staat er voor het orgel. Dat wordt gerestaureerd en we staan ergens midden op het orgel en dat is een duidelijk bewijs. Goeiedag, hoi Steven Roest. Dag Erik. Ja, Erik Winkel hè, ja. Firma... Flintrop. Jullie restaureren dit orgel. Ja, fantastisch hè? Ja. Waanzinnig werk. Al die pijpen. Hoeveel pijpen zijn er? Ik heb ze nooit geteld, maar ik denk een stuk of 4000 zitten er wel in het orgel. Ja. Oh. Ja. Dit is de grootste. Ja, we staan hier bij de allergrootste pijp die in de middentoren staat. Ik denk dat die een 350 kilo zal wegen. En dit is een plek waar je normaal gesproken gewoon nooit bij komt. Maar omdat nu de steiger er staat... We staan er bovenop... Bovenop gewoon een metertje of 20 boven de vloer? Ja, een klein 20 meter staan we hier, ja. Ja. Waarom moest het orgel gerestaureerd worden? Viel het uit elkaar? Muizen, houtworm, stof? Nee, er zit loodcorrosie in de pijpen. Het orgel bestaat uit lode pijpen voor het grootste deel. Op pijpen uit 1645. En in de voet van die pijpen, daar zit daar is zuur gekomen. Is dit de voet? Ja. Hier, dit onderste gedeelte? Ja, deze grote pijp heeft er gelukkig geen last van. Maar de kleinere pijpen die binnenin staan, daarvan hebben heel veel pijpen waar gewoon de gaten in zijn gevallen. En daardoor sprak het orgel gewoon niet meer. Dan wordt de lucht die gaat. Kijk, je ziet hier die buisjes, die ziet er ook daar eentje tussendoor lopen. Daar wordt de lucht door aangevoerd. En als daar gaatjes in zitten, dan gaat er natuurlijk geen lucht door de klankbuis, maar gewoon weg. Ja, valse trek. Ja, de lucht komt hieronder in de voet. Die vult deze ruimte en hier zit een spleet, dat heet de kernspleet. En daar, de lucht die botst hier tegenaan. Het is gewoon nog één grote eentonige blokfluit. Ja, dat is ook dus precies de omschrijving die ik vaak gebruik. Dus je haalt me de woorden uit de mond. Geweldig. En dit is alleen maar de buitenkant. Moet je even kijken hier naar binnen, joh. Want dit is gewoon, dat orgel, dat tok, daar stoot ik mijn hoofd, zeg. Stijgerpijp. Dit is gewoon een huis, dit orgel. Het is je kunt er niet wonen, maar het is groter dan dan menig huis. Ja, groter dan het mijne in ieder geval. Het staat wel redelijk vol met zooi. Blokken, ladders, pijpen, dingen allemaal. Meneer Van Dijk, dit is uw orgel, zeg maar. U bespeelt het. Ik heb het geluk om hier organist te zijn en daardoor heel veel op dit orgel te mogen en kunnen spelen. En dat is een hele grote inspiratiebron, want een van de... Van de aspecten van dit orgel is dat het voor een stadsorgel een van de best bewaarde orgels ter wereld is. Je zou kunnen zeggen 90% van wat dit orgel in zich bergt is nog origineel. En dat wil zeggen de oudste delen zijn gemaakt rond 1640. En eigenlijk de nieuwste delen waren al klaar in 1725 toen de zoon van Arp Schnitker, Frans Caspar, dit orgel helemaal ombouwde. Schnitker is degene die het een gegeven moment gerestaureerd heeft en de oorspronkelijke bouw die heet? Van Hagerbeer. En dit is het Van Hagerbeer Schnitker-orgel. Ja, dat is zoals wij het nu noemen. Okay. Die combinatie zullen ze waarschijnlijk zelf allebei niet gewild hebben. Maar een paar honderd jaar later. Het is een instrument, het is een gebouw, het is een kunstwerk. Als we kijken ook naar het... Misschien moeten we straks wel even kijken. Al het houtsnijwerk, wat er allemaal op zit. Joh, en dat zien wij nu. Dat is heel gedetailleerd, maar mensen die beneden in de kerk staan... Die zien het niet eens. Die zien er gewoon een soort gouden band. Precies, die zien een soort totaal. Maar er zijn heel veel details die ze dus niet zien. En dat is wel een beetje vergelijkbaar met de muziek die ook op dit orgel heel goed gaat. Namelijk vooral hele oude muziek, eigenlijk tot en met de werken van Bach, gaan hier ongelooflijk goed. En organisten zijn ook altijd bezig met hele kleine verfijningen. En die verfijningen worden ook vaak door de luisteraars niet helemaal zo waargenomen als wij ze willen en maken. Dus wat dat betreft zijn er wel grote overeenkomsten. Maar je moet je vooral voorstellen, zo'n orgel als dit is een soort van klankgetuige van klanken uit de 17e en 18e eeuw. Dus wij zijn nu heel visueel ingesteld. Ja. En dat is natuurlijk ook op een tv-scherm prachtig. Maar ook de geluiden die daarbij horen, die brengen ons terug naar vroegere eeuwen. Ja, dat kunnen we in ieder geval bij een stoommachine en een stoomfluit heb je dat. Paardenhoeven op de straat. En heb je ook van die klanken waarvan je weet, zo hebben ze dat precies zo 200, 300 jaar geleden gehoord.
En dat geldt voor dit orgel ook. Ja, het is een soort geluidsfossiel. Ja, absoluut, absoluut. Maar ook, het staat ook nog heel erg met zijn beide benen op de grond, zoals je ook beneden kan zien bij de kas. Het ontwerp begint ook echt bij de vloer, wat Jacob van Kampen gemaakt heeft. Maar architect. Ook van het Paleis op de Dam? Absoluut. Dat is een architect niet alleen van gebouwen, maar zelfs dus van orgels. Ook het orgel in de Nieuwe Kerk is door hem ontworpen in Amsterdam. En dit instrument met zijn klanken is dus daarmee ook heel geschikt voor eigentijdse werken. Want ook eigentijdse muziek klinkt hier weer heel erg goed. En dat komt omdat we een moppie jazz spelen dat soms? Dat zou, als het helemaal weer speelbaar is, kan zelfs dat. Ja. Ga straks een beetje luisteren. Ik wou nog een detail laten zien. Arnold, de cameraman, die is een leven waagt aan de rand van de steiger. Over details, hè? Hier. We zijn nu visueel ingesteld, hoor ik net. Maar die details van die gezichten. Dit is, heet dit een soort griffioen, heet dat zo? Of hoe heet zo'n of een harpij of zoiets? Zo'n mythische vrouw met vleugels. Maar daar zie je details die je alleen maar ziet als je er zo dichtbij staat als wij nu. En dat heeft iemand. Heeft daar uren over gewerkt, terwijl kerkgangers het niet zien. Ja. En een van de grote bijzonderheden ook nog is dat, kunnen jullie ook zien hier, dit stuk staat helemaal naar voren, er zitten ook scharnieren in. Dus dat is een luikje. Je kan al die luikjes hier onder de pijpen kan je ook weer openmaken. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je er met een steiger voor staat. Dus dan zie je hoe precies dat door Van Hagebeer gebouwd is. Die oude constructie. Wow. Dat was een grote verrassing voor ons toen we hier vorige week voor de eerste keer op de steiger waren. Dat dit allemaal open en dicht kan. Ook bij die grote pijpen kan je, als de steiger er niet zou staan, zou je die voorpanelen ook nog weg kunnen klappen. Zullen we nog een trapje hoger gaan? We hebben nog eventjes. Dat is wel even een, hoe moet ik het zeggen, toch een lastig klusje. Zeker ook voor de cameraman. En ik kom achter je aan. We gaan meteen, niet naar beneden kijken, niet naar beneden kijken. Voor de hoogtevreesachtige onder ons. Zo, dat hebben we dan ook weer gered. Kijk, hier ook weer details. Ook het binnenwerk van het orgel weer. Je weet gewoon niet waar je kijken moet aan dat schilderwerk, die schilderijen hier. Die zijn ook enorm. Dat zijn enorme luiken. Ook uit dezelfde tijd nog? Ja, uit de bouwtijd van het orgel. Dus ook zo rond 1640 zijn die luiken aan het orgel bevestigd. En sindsdien zijn ze er eigenlijk ook altijd blijven hangen. Hier zien we de glans op de oogjes van zo'n engeltje, hier zo'n glimmertje. Maar deze beschildering dateert dus uit de 18e eeuw. Aan de andere kant hebben we de originele beschildering van Cesar van Everdingen. Die gaan we nu niet zien. Die gaan we helaas niet zien, omdat de luiken dus nu open zijn. En Frank, van wie zijn deze schilderingen ook alweer? Ja. Hallo, rondrijder. Ja. Steven Roest, goeiedag. Frank van Wijk. Hallo. Organist. Ja. Deze luiken die zijn, als ze gesloten worden, van een schitterende schildering voorzien. En dat was een schildering die gaat over het verhaal van David en Saul. David had Goliath verslagen en Alkmaar, de stad Alkmaar, die vond dat verhaal heel goed passen bij de eigen geschiedenis. Van Alkmaar die de Spanjaarden had verslagen. En als ondertussen, kijk maar even rond. Hè? Als je die luiken dan opent, dan zie je deze beschilderingen. En die zijn uit de 18e eeuw van Horstok. En dan zie je David ook weer. Maar dan is dat David die daar op de harp speelt? Op de harp speelt. Ja. Hij is er niet echt voor gekleed met zijn dikke mantel. En, en hier komt die harp. Die heb ik hier gezien in het houtsnijwerk. Moet je kijken. Kijk, daar komt die harp weer terug. Ja, ook. Zie je? Vol met muziekinstrumenten. Een soort cello of viola da gamba of hoe heet zo'n ding. En een mandoline en toeters en bellen. Ja. Is het een mooi instrument om te spelen? Doet u het graag? Ja, het is een heel inspirerend instrument. En ook een instrument waar je ontzettend veel van leert. Omdat het instrument ook een. Het heeft ook nog helemaal de oude mechaniek. Dus het gevoel wat je hebt met spelen, dat is ook nog het oude gevoel. En dat heeft vrij veel gewicht nodig. Dat mechaniek zie je ook in die kast, hè? Ja. Arnold laat het nu zien. Ieder gaatje wat je in zo'n houten blok ziet, is een toon. Daar zit een pijp op. Klopt, ja. En allemaal duw- en trekstangen en hout en touwtjes en kabels en.
Ja, het is echt een wonderwerk voor die tijd. Maar kan u het wel met twee handen af, zo'n instrument? Nou, ook nog twee voeten. Oké. Okay. Ja, dus we spelen met al onze ledematen. Zijn we in de weer. Hart en ziel niet te vergeten. En hart en ziel. En we zweven dan als het ware op het puntje van de bank. Ja. U speelt ook wel samen, meneer Van Dijk samen. En meneer Van Wijk. Ja. Je bent bijna in verwarring raken. Dat noemen ze dan quatre main, maar ook quatre pieds. Quatre pieds. Dus met acht ledematen gaat u dan tekeer op dit instrument. Ja. En dan zijn er stukken die je dan juist kan spelen met z'n tweeën. Ja. Ja. Ja, je zit dan op de orgelbank. Die zijn vrij breed over het algemeen. En dan bespeelde één de linkerhelft en de ander de rechterhelft. En dat gaat fantastisch. Ja, ja. En straks nog beter natuurlijk. En je kan zelfs ook symfonieën van Mozart spelen hier dan. En dat werd vroeger ook vaak gedaan op piano's natuurlijk. Want toen waren er weinig orkesten. En orkesten waren heel duur. Dus dan werden zulke stukken op piano uitgevoerd. En wij voeren ze hier regelmatig uit op orgel. Kijk, zo'n orgel heeft natuurlijk lucht nodig. En dat komt erin via een blaasballig. En die blaasballig... Die moet natuurlijk aangedreven worden. En dat gebeurt zo. Tenminste, dat gebeurde zo. Welkom terug in de Sint-Laurenskerk in Alkmaar, waar we de restauratie van het orgel bekijken. Tegenwoordig is er een motortje voor, een apparaatje. Ja, er zat een hele grote ventilator in het balghuis, waar we nu naar staan. Die dit werk overneemt, zodat je niet in het zweet hoeft te werken. Maar enorme blaasballig... Zit hier achter die kast verborgen, tegenwoordig dus een motortje. Ja. En we gaan nu even kijken naar waar de muziek gemaakt wordt. Hey, gaat het licht uit. Camera wat per ongeluk. Kijk, dat hadden ze dan vroeger niet. Zullen ze dat met kaarsjes gedaan hebben vroeger? Ja, ik denk dat hier veel kaarsen gebrand zijn. Ja, ja. Ja. Dan gaan we verder. Kijk, hier de heren die we zojuist beluisterd hebben. Ga je gang. Van Dijk en Van Wijk. Hebben ze net al eventjes gezien. Is dit nou alles? Ja, nou dat is een enorme orgel. 40.000 pijpen heb ik gehoord. En maar een paar van... Een klavier heet dit? Klavier, ja. Een drie klaviers orgel. En in feite zijn dit de klavieren die je met je handen bespeelt. Maar er is nog een klavier. Dat is nu gedemonteerd. Maar dat zit daar aan vast. De pedalen. En daar speel je met de voeten op. Ja. Die zitten hier. Allemaal die dingetjes worden allemaal door pedalen aangestuurd. Dat zijn allemaal houten latjes. En zo'n pedaal duwt dat dan naar beneden. En dan gaat er ergens een klepje open en een klepje dicht. Precies. En dan komt de geluid. Hij doet het nu niet, hè? Maar we kunnen iets heel moois demonstreren. Ja. Om even te laten voelen hoe zwaar zo'n orgel dan is. Ik heb nu alle klavieren aan elkaar gekoppeld. Moet je eens even proberen hier een toets in te drukken. Ja, en vooral als je dus een toonladder speelt, de snelle noten, dan moet je dus heel snel je kracht verdelen. Ja, één vinger, dat is een eindje. Maar zodra je er meerdere tegelijk moet doen, voel je al de weerstand van het mechaniek. Ja. En die moet je dus overkomen zonder dat het een moeizame effect heeft op de mechaniek. Ik zit of op de muziek. Dat zou je toch denken dat het bouwvakkershanden fijne, kunstzinnige vingers. Niet te veel eelt ook erop. Nee, en daardoor kan ik ook goed tussen de zwarte toetsen. Dat is bij sommige collega's wel eens een probleem. Waarom moet je daar tussen? Je hebt toch... Nou, er zijn toonsoorten dat je zo speelt. En kijk, met één vinger ervoor blijven, dan wordt het wel heel mooi. Oh ja, maar de hefboomwerking van die toets wordt natuurlijk minder naarmate je hem hoger. Precies. Met name als je dus hier gaat spelen. Speelt de toets steeds zwaarder. Je moet meer druk moet je geven. Want je hebt gewoon een paar kilo hout wat je heen en weer schuift. Even een klank, want het is allemaal gedemonteerd. Maar laat eens wat horen. Nou, ik kan één toon laten horen. Een toneelstukje hoor, in de maling genomen. Dit is een van de pijpen van twee etages hoger. Ja. Nou, je ziet wel waarom het orgel Ja, ik zat er te kijken. Hier zijn gaatjes. Loodworm. Ja, nou, zo zou je het kunnen zeggen. Het ziet er een beetje uit alsof er de houtworm of de loodworm er doorheen gegaan is. Maar je ziet hier al die pukkeltjes. Ja. Dat zijn gaatjes die bijna aan de oppervlakte zijn gekomen. Deze zijn destijds nog gerepareerd. Maar nu is het bij veel pijpen zo erg dat het solderen gewoon ook niet meer houdt. Dat je echt stukken van het metaal moet gaan vervangen. Ja. Tandartsen hadden ze toen niet, maar de gaatjes vullen in de loodpijpen, dat... werd wel gedaan. Ja. En dan krijg je dus valse trek. Dan krijg je die toon natuurlijk niet meer. Als een gedeelte van de lucht door die gaatjes gaat en niet door dat ding. Ja, dan wordt het zacht. Ja, wij konden de afgelopen jaren dus horen als je op het orgel speelde, dat pijp voor pijp
gaf letterlijk de geest. Langzaam hoorde je de kwaliteit achteruit gaan. 40.000 waren het, hoeveel? 4.000, oh, pardon. Ja. Het is een beetje net als een lekker fietsband. Ja. Als je handig bent, dan kan je hem zelf plakken. Nou, we hadden dit hele orgel dus beplakt met duct tape. Dus alle gaten waren door Flentrop gedicht. En daardoor was het voor heel veel mensen die zeiden, dat orgel mankeert toch helemaal niks? Ja, ja. Maar wij wisten hoeveel tape er in het orgel zat. Letterlijk door plakband werd bij elkaar gehouden. Precies. Ja. En straks, wanneer is het klaar? December gaat de stijger ervoor weg, dus dan kun je het orgel weer zien. En januari of februari, dan klinkt het ook weer helemaal zoals het moet klinken. Ik kan waarschijnlijk niet wachten. Nee, het voelt toch altijd als een lange periode, hoewel een half jaar restauratie relatief kort is natuurlijk. Ja. En zeker als je dan bedenkt dat we hopen dan zeer dat het weer 30 jaar mee kan zonder grote ingrepen. 30 jaar maar? Ja, meestal. De vorige grote restauratie was in de 80er jaren, begin 80er jaren. En ja, meestal is er na 30 jaar toch wel een hoop onderhoudswerk te doen bij zo'n instrument. Nou ja, we kijken er nu weer eens even in, hè. Net zagen we het van de buitenkant, maar hier... Als je erin kijkt, kan ik me voorstellen, zeker met dat mechaniek, als je er langs die pijp draait, dan ga ik aan een van die dingen, dan zie je dat een beetje, je hoort hem ook. Moet dat niet gesmeerd? Ja, dat moet gesmeerd, ja. je hebt talent voor orgelbouw. Nou, dat piepje, dat hoor ik wel. U heeft er nog een enorme klus aan, ja. Waarbij ik u sterkte wens, trouwens, u en uw collega's op die... op die hoge stijgen. En wij komen bij jullie kijken en luisteren als het hele zaakje weer werkt. Hartelijk dank. Ja, heel graag. Voor de gastvrijheid. U ook heel hartelijk dank voor de tijd die jullie voor ons vrij gemaakt hebben. En het was geweldig om hier in die Laurenskerk in Alkmaar dingen te zien die je anders nooit te zien krijgt. Achter zo'n orgel, in de hoogte, al die details. Nou, het is echt een pracht. Het is echt een pracht. Dat vind ik ook. Ja, heel erg mooi. En u bedankt voor het kijken. Thank you.